Geliefde gemeente, als Paulus een brief schreef, dan was dat meestal maar niet een paar regels op een kaart, zoals wij dat wel kunnen doen. Soms als hij een brief schreef, was dat een halve boekrol vol. Dat had natuurlijk ook daarmee te maken dat hij niet kon bellen. Als er dan vragen waren, als ze zich zorgen maakten, dan moest hij ook alles in één keer schrijven. Er ging maar af en toe iemand die zo'n brief dan kon bezorgen. Dus meestal schreef Paulus behoorlijk uitvoerig. Maar af en toe als hij dan een brief schreef, was dat toch een stukje korter. En niet maar zo'n kaartje, maar ook niet een hele boekrol. Eén zo'n brief is Titus. De brief aan Titus was eigenlijk maar een korte brief. Al vrij snel zegt Paulus tegen degene die het dan voor hem schrijft, tenminste zo ging het waarschijnlijk, Paulus die vertelde, schrijf dit, schrijf dat. En dan zat er iemand die schreef het voor hem, zijn secretaris. Al vrij snel zegt Paulus, het is afgerond. Schrijf nog een groet, dan zet ik mijn handtekening. Dan kan de brief verzonden worden. Het is niet zo'n lange brief aan Titus. Maar Paulus vindt het wel belangrijk om daarbij te zeggen tegen Titus en ook tegen die gemeente op Kreta. Doe deze brief niet zomaar bij het oud papier. Schuif hem niet zomaar ergens onder in de la. Al is maar een korte brief. Het is wel belangrijk. Wat hier geschreven wordt, dat gaat ergens over. Uiteindelijk heeft het hiermee te maken. Als je luistert naar wat er in die brief staat. Als je leeft, zoals pas bij die brief, dan heeft je leven zin. Als je een ander leven leidt, heeft je leven geen zin. Dus die korte brief, die legt iets heel belangrijks naast ons leven neer. Heeft ons leven zin? Heeft het zin wat wij doen? Alle dingen die we doen, hebben die nut? Of doen we ze voor niks? Dat is eigenlijk elke dag een belangrijke vraag. Als je 's morgens om 6 uur begonnen bent met je werk, 's middags om 4:30 is je werk klaar. En je chef, die komt kijken. En die zegt, nou wat je deze dag gedaan hebt, dat is echt helemaal niks. Je kunt alles weer schrappen wat je geschreven hebt. Je kunt alles weer afbreken wat je gebouwd hebt. Het is gewoon waardeloos. Als je dan naar huis gaat, 's middags om 4:30. Dan heb je ontzettend naar gevoel. Alles voor niks gedaan. Is vanmorgen om 6 uur begonnen. De hele dag voor niks gewerkt. 1 dag voor niks werken geeft ons al een heel naar gevoel. Maar Paulus zegt hier eigenlijk in deze brief, nu moet je maar eens kijken of je hele leven niet voor niks is. Niet 1 dag voor niks gewerkt, niet 1 week voor niks gewerkt, maar je hele leven voor niks gewerkt. Voor niks geleefd. Of andersom. Of mag je nou zeggen, ja, het was ergens voor. Ik heb iets gedaan dat nut had, dat waarde had. Voor de mensen en voor God. Daarover heeft Paulus aan het einde van die brief. De vraag is, waar werk ik voor? 2 gedachten. Onnuttig werk en nuttig werk. Dus Titus 3, versen 8 tot en met 15 is de tekst voor deze middag. En de vraag die we ons stellen is, waar werk ik voor? Het kan 2 kanten opvallen. We doen onnuttig werk of we doen nuttig werk. En ik wil pas even aanduiden waarom ik juist dit eruit gehaald heb. Dat komt regelmatig terug in deze versen. In vers 8, deze dingen zijn die goed en nuttig zijn voor de mensen. Vers 9, het eind, zij zijn onnut en ijdel. Vers 11,
weten dat het zodanige verkeerd is. En dan vers 14. Tot nodig gebruik, opdat ze niet onvruchtbaar zijn. Dus zoals een draad door dit gedeelte loopt voor Paulus heen. Het gaat erom of het nut heeft wat je doet. Of het vruchtbaar is. Waardevol. We staan eerst stil bij onnuttig werk vanuit de versen 9, 10 en 11. En dan bij nuttig werk vanuit vers 8 en de versen 12 tot en met 15. Onnuttig werk. Dat is als eerste. Wij doen heel veel dingen waar we ons eigenlijk niet zo vaak bij afvragen. Is het nou nuttig of niet nuttig? We doen ze gewoon. Gisteravond, zo voor het café, was ik met iemand aan het praten, jongen verderop, die zegt... Hoezo vindt u het eigenlijk verkeerd wat wij hier doen? Dus ik loop naar hem toe. Ik zeg, nou, op zich heb ik dat niet gezegd. Maar je hebt dus wel dat gevoel dat ik het verkeerd vind. Ja, eigenlijk wel. En vind je dat zelf niet dan? Nee, ik ben ook gewoon gelovig. Ik vind het prima. Ik zeg, nou, dan moeten we het eerst misschien niet over hebben of het verkeerd is. Maar of het nuttig is. Wat doe je nu hier voor goeds? Ja. Daar denk ik niet zo over na. Het is gewoon gezellig. Gewoon gezellig. En zo doen we denk ik heel veel dingen. Gewoon gezellig. Of gewoon leuk. Of heb ik gewoon zin in. Maar gezellig op zich is niet nuttig. Iets gezelligs kan nuttig zijn en iets gezelligs kan onnuttig zijn. Als je alleen maar zegt, het is gewoon gezellig. Ja, maar waarvoor dan? Schoonvader was ziekenhuisapotheker. En die zei regelmatig, baat het niet, het schaadt altijd. En wij zeggen, baat het niet, dan schaadt het niet. Ja, ik ga naar het café, ja, is dat nodig, is het nuttig, ja, dat weet ik niet, maar ik doe toch geen vlieg kwaad. Een heleboel andere dingen, ja, het is toch leuk. Nuttig, ja, dat weet ik niet, maar het is toch prima. Maar dat is niet waar. Als het niet nuttig is, dan is het schadelijk. Baat het niet, het schaadt altijd. Laat ik nog een ander voorbeeld noemen, dat heb ik beloofd aan een jong gemeentelid. Op huisbezoek. Ging over snoepen in de kerk. En ik heb hem beloofd, ik zeg, ik zal erop terugkomen, waarvoor je dat eigenlijk doet. Waarvoor is het nuttig om te snoepen in de kerk? We vinden dat allemaal nuttig. Tenminste, ik denk 80-90% van ons die snoept in de kerk. We vinden het blijkbaar belangrijk. En als het zoveel gebeurt, dan moet het ook wel echt ergens voor nodig zijn. Ja, ik vroeg, waarvoor snoep je eigenlijk? Ja, dat is toch gewoon lekker? Toch? Snoep is gewoon lekker. Ja, maar waarom snoep je dan in de kerk? Er zijn er best veel die in dit uur meer snoepen dan elk ander uur. Het uur dat je in de kerk naar de preek luistert, is het uur waar je het meeste snoept van de hele week. Dus je doet het niet alleen maar omdat het lekker is. Waarom snoep je dan? Het kan natuurlijk nuttig zijn. Om te snoepen in de kerk. Daarvoor hebben ze eigenlijk pepermunt een beetje ingevoerd. Pepermunt, dat is een beetje, zeg maar, scherp. En het idee is, daar word je wakker van. Nou ja, als je in de kerk wakker moet blijven van pepermunt, dan heb je waarschijnlijk daarvoor niet genoeg geslapen. Maar dat zou kunnen. Het kan zijn dat je soms zegt, ik moet echt even iets gebruiken om wakker te blijven.
Daarvoor is eigenlijk het idee van snoepen in de kerk. Maar daarvoor heb je geen hele rol pepermunt nodig. Of weet ik het wat allemaal. Dus bijna niemand snoept in de kerk heel bewust. Dat je precies weet van, daarom moet ik het echt doen. Het is echt belangrijk dat we in de kerk snoepen. En eigenlijk zou ik het iedereen aanraden. Ik vind het eigenlijk vreemd als in Frankrijk niet snoepen in de kerk. Of in Engeland niet. Waarom doen ze dat niet? Je moet echt snoepen in de kerk. Dat is veel beter. Nee, dat zeggen we niet. We denken niet echt na over snoepen. We doen het gewoon. En in andere landen zeggen ze, waarom doen ze dat in Nederland eigenlijk? Nou ja, kun je zeggen, nou ja, dan denk je er maar niet over na. Maar het blijft lekker. En er is toch niks mis mee? Nou, dat zou kunnen. Zou kunnen. Maar in een gesprek dat ik had, weet u hoe dat begon? Kun je altijd opletten in de kerk? Maar het lukt niet altijd om te luisteren naar de preek. Als je dan niet oplet, wat doe je dan? Waar ben je dan mee bezig? Ja, zegt hij, ja, soms moet ik aan andere dingen denken. En ja, soms ben ik met mijn snoep bezig. Dus dat snoep dat eigenlijk begonnen is om te helpen luisteren, toen dat steeds meer en meer werd, zorgde ervoor dat je juist niet kon luisteren, want je was druk met dat snoep, in plaats van met het luisteren. Nou, dit is een beetje een uitgebreid voorbeeld en ik ga echt niet elke zondag het over snoepen hebben. Maar omdat we het zo vaak doen, moet er eigenlijk wel een keer over nadenken. En dan voel je wel aan. Het is niet waar, als het niet nodig is, heb je er geen last van. Het gebeurt maar zo, als je er niet over nadenkt, in plaats van nuttig, wordt het juist onnuttig en schadelijk. Nou, zo is het natuurlijk ook met dat voorbeeld bij de café. Praat je wat verder, ja, het is gezellig. Ja, maar is die gezelligheid hier altijd nog goed, als je nou om je heen kijkt? Is dit dan waar je beter van wordt? Ja, nee, eigenlijk niet. Wat heeft dit nou voor invloed op jou, op jouw hart, op je ziel? Eigenlijk niet, niet zo goed. Wat onnuttig is, dat is uiteindelijk schadelijk. Natuurlijk kun je niet van alles direct weten of het nou wel of niet nuttig is. Maar van veel dingen wel. Van veel dingen kun je zeggen, het is niet nuttig. En als het niet nuttig is, is het onnuttig. Schadelijk. Er zijn een heleboel dingen. Er zijn ook dingen in de kerk waarvoor dat geldt. Die onnuttig zijn. Paulus zegt in vers 9 tegen Titus. Je moet dingen die er in de kerk gebeuren tegenstaan. En gebeuren dingen in de kerk, die moet je een halt toeroepen. Als dat doorgaat, dat is niet goed. Die dingen zijn onnuttig en ijdel. Nou, dan zou je kunnen zeggen, ja, Paulus, als ze alleen maar onnuttig zijn, waarom moet je ze dan tegenhouden? Maar dat heeft dus hiermee te maken. Paulus zegt, als het onnuttig is, is het schadelijk. Baat het niet, het schaadt altijd. Zeker in de kerk. Nou, wat is hier dan onnuttig? Dwaze vragen en geslachtsrekeningen. En twistingen en strijdingen over de wet. Dwaze vragen. Je kunt allerlei vragen stellen die helemaal niet bedoeld zijn om te leren. Maar gewoon om elkaar bezig te houden. En gisteren stelde iemand een vraag. In één keer waren al oren gespritst. In één keer zeiden ze allemaal, ja, dat wil ik ook weten. Zeg het maar eens. Wat denkt u van homoseksualiteit? Nou, die jongens, die hadden eerst allerlei schunnige dingen gezegd en zo. Zeg, jij wilt helemaal niet weten wat homoseksualiteit, waar dat is. Ik ga er geen antwoord op geven. Alle onreinheid is verkeerd. Het ging hen niet om een eerlijke vraag over homoseksualiteit, maar het ging maar gewoon om een vraag te stellen die interessant was. Dat paste helemaal niet bij hoe ze net daarvoor met elkaar omgingen. Dwaze vragen. Waar je alleen maar de ander mee bezig wil houden. En jezelf bezighouden.
geslachtsrekeningen, daar zijn wij dan misschien wat minder druk mee. Dat was in het Jodendom wat gewoner om de geslachtsregisters uit de Bijbel, maar ook de geslachtsregisters van het eigen verleden, daar heel druk mee te zijn. Het gaat natuurlijk niet over, mag je weten wie je overgrootvader was? Maar het gaat hier over dat ze denken, als we nou precies weten hoe al die geslachtsregisters in elkaar zitten, dan weten we ook welke status we hebben. Als wij bij dat geslacht horen, dan hebben we een streepje voor in de kerk, of allerlei patronen ontdekken, alsof daar nou in zou liggen wat geestelijk belangrijk is. En zo's twisting en strijdingen over de wet. Mag dit nou wel of mag dat nou niet? Discussies over de details. Paulus is niet tegen de wet. Paulus is niet tegen geslachtsregisters. Paulus is niet tegen vragen. Maar wel daartegen dat we daarin blijven hangen. Laat ik één voorbeeld noemen dat denk ik in onze tijd wel relevant is. Er zijn mensen die een hele puzzel maken van de eindtijd. Die willen bijna tot op de dag nauwkeurig weten wat er gaat gebeuren voordat de Heer Jezus terugkomt. De Bijbel zegt een heleboel over de wederkomst van de Heer Jezus. Die noemt allerlei dingen die komen gaan. Maar die is niet bedoeld om mee te gaan puzzelen. En wie het beste inzicht heeft in hoe het allemaal zal gaan verlopen, die zal de beste christen zijn. Dergelijke dingen daarvan, zegt Paulus, dat is onnuttig, dat is ijdel, dat helpt je ziel niet. Dat geeft niet meer liefde tot de Heer Jezus. Het geeft niet meer liefde tot je naaste. Het geeft geen echte vervulling van je hart. Het geeft geen ontzag voor God. Het is belangrijk om daarop te letten. Wat wij in de Bijbel proberen na te gaan. Als we erover nadenken, wat is nou wel goed en wat is nou niet goed? Is dat vanwege liefde tot God? Of is het gewoon maar om anderen de maat te nemen of om zelf bezig te blijven? Onnuttig. Je kan het ook wat verder gaan, zegt Paulus. Er worden dingen in de kerk ook gezegd die zijn gewoon verkeerd. Die gaan dwars tegen het woord van God in. Een kettersmens heeft dit over in vers 10. Dat is nog erger. Een kettersmens, dat is iemand die leringen verkondigt die tegen Bijbels zijn. Als er gezegd wordt dat Jezus Christus niet de Zoon van God is. Als er geleerd wordt dat de hel uiteindelijk dat niemand er bang voor hoeft te zijn, omdat er toch wel niemand in zal komen. Als er geleerd wordt dat God de wereld niet geschapen heeft, niet door het woord geschapen heeft. Ketterijen, waarin Gods woord ondermijnd wordt. Dan zegt Paulus, daar moet je wel weer anders mee omgaan. Die dwaze dingen, die moet je wederstaan. Daar moet je tegenin gaan en zeggen, mensen, dit is niet nuttig. Ik ga nu vertellen wat er wel toe doet in de kerk. Maar die ketterijen, die de kerk echt kapot maken, die moet je uit de kerk. Dan moet je die mensen uit de kerk weren als ze zo blijven spreken. Niet zomaar. Hij zegt na een eerste of tweede vermaning. Dus je moet met die mensen in gesprek gaan. Van joh, jij leert hier dingen, jij verkondigt dingen in de kerk of waar dan ook. Die zijn tegen de Bijbel in. Dan ga je naar iemand toe en zeg je, dit kan toch niet? Een vermaning onder vier ogen. Zoals je dat ook doet in geval van zonde. Dan ga je ook niet van de kansel afkondigen van die en die, die doet dit en dat verkeerd. Nee, je gaat onder vier ogen vermanen. Matthäus 18 wijst daarin duidelijk de weg.
Maar zegt Paulus, na die eerste en tweede vermaning, als iemand dan nog niet wil luisteren, als iemand gewoon blijft roepen wat niet volgens de Bijbel is, dan moet je tegen diegene zeggen, zo kun je niet in de kerk zijn. In de kerk kan niet alles bestaan. Het gaat erom dat datgene in de kerk geleerd wordt wat naar het woord is. Wat bouwen kan. En dit kan de kerk niet bouwen. Paulus zegt in vers 11, zodanige is verkeerd en zondigt. Verkeerd, dat betekent het is zo mislukt, zo fout, dat er eigenlijk maar één optie is. Net als bij een huis. Een huis dat nagenoeg ingestort is, waar alle spanten verrot zijn en de muren scheuren vertonen. Voor zo'n huis is er maar één oplossing. Die moet afgebroken worden. Kun je zo'n huis niet laten staan dan? Nou ja, als er ruimte genoeg is wel. Maar je moet zeggen, het is toch iets wat niet goed is. Dat heeft een plek. Dat neemt plek in. Waar geen goed huis kan staan. En dat doet denken aan een gelijkenis van de Heer Jezus. Niet van een huis, maar van een boom. Een vijgenboom. Die was geplant in een wijngaard. En de gedachte was, dan is daar schaduw in die wijngaard waar de arbeiders kunnen zitten. Dat ging nog wel. Maar dan is er ook naast de druiven, zijn er ook nog vijgen. Dus op het moment dat de druiven nog niet rijp zijn, kun je wel de vijgen gaan plukken. Maar die vijgenboom die stond er maar en die stond er maar en die groeide. En die groeide ook over de wijnstok heen. Maar vijgen kwamen er niet aan. Dus de baas van die wijngaard die zegt, nou die vijgenboom moet eruit. Vijgen, daar komt niks van terecht. We moeten maar gewoon meer wijnstokken planten. Want ja, waar die vijgenboom staat, daar kunnen geen druivenplanten staan. Dus die vijgenboom eruit. Nu zegt de Heer Jezus, dat geldt ook voor ons. Als je geen vrucht draagt, zou je kunnen zeggen, nou die boom staat er toch best. Nee, die boom die staat daar in de weg. Waartoe beslaat hij ook onnuttig de aarde? Die vijgenboom die kan niet blijven staan, want op die plek, daar kunnen ook andere dingen staan en die dingen die nu verdrongen worden. En wie onnuttig is, die kan niet blijven bestaan. Diegene van wie de Heer moet zeggen, je leven is voor niks. Je leven brengt geen vrucht voort. Daarvan zegt de Heer niet, nou laat maar. Als je nou zegt, ik ben geen ketter. Maar eerlijk gezegd, echt nuttig is mijn leven ook niet. De dingen waar ik me mee bezighoud. Als het maar gezellig is. Als het maar goed verdient. Als het maar een beetje bezighoudt. Of in de kerk. Als je elkaar maar kunt bezighouden. Als het maar interessant is. Als je maar goed kunt discussiëren. Onnuttig. Onvruchtbaar. En misschien dus wel net als die ketterse mens van vers 10. Verrot. Waartoe beslaat hij ook onnuttig de aarde? Waarvoor zit u eigenlijk onnuttig in de kerkbank? Waarom maak je gebruik van Gods tijd zonder dat je er iets mee doet? Waarom eet je van Gods aarde zonder dat dat wat oplevert? Uiteindelijk zit je in de weg. En toch schuift God je niet zomaar weg. Dat zit ook al in die woorden van vers 10, hè? Na een eerste en tweede vermaning. Daar zit het geduld van de Heer in. De Heer zegt niet de eerste keer dat iemand zo zondigt aan de kant. En al zeker niet de eerste keer dat iemand onnuttig in de kerkbank zit, eruit. Hij blijft vermanen. Nog een keer die gelijkenis.
Uit Lucas 13. Er is er een ander die zegt, Heere, laat hem toch nog 1 jaar. Nu is hij nog onnuttig. Maar nog 1 jaar. Nog een klein poosje. En goed zorg eraan besteden. Graven, nieuwe grond, de grond loswoelen, mest erbij. En wie weet dan het volgend jaar dat hij toch nog vrucht gaat dragen. En zo zit u in de kerk die nog niet nuttig bent. Die tegen God ingaat. Nog, zegt de Heer, ik geef je een plek. Dat geduld gaat wel een keer over. Als het zo blijft, dat geduld van God gaat een keer over. Maar nu heeft God nog geduld. En nu zegt hij, laat haar nog een poosje. Misschien nog 1 jaar. Misschien nog wel 50 jaar. Misschien nog 1 week. Misschien nog 1 dag. We weten niet hoe lang nog. We kunnen wel zeggen, God heeft al veel geduld gehad. Toch? Jarenlang geduld gehad. En hij is maar blijven spreken. Hij is maar zorg blijven dragen. En hij is maar blijven kijken. Komt er al wat? Komt er al vrucht? Hoe is het nu met u? Met jou? Moet jij het zeggen, het is nu nog onnuttig. Mijn leven, geestelijk, heeft het geen zin. Maar hoor je het nu? Voel je het wonder? God heeft geduld met je. God besteedt nog werk aan je. Wat een zegen. Als gezegd kan worden, dat werk van God, dat was niet voor niets. Uw eigen werk tot hiertoe voor niets. Gods werk. Niet voor niets. Hij sprak. En hij raakte uw ziel. En toen kon het niet meer zo blijven. Toen moest er een einde aan komen. Al dat onnuttige. Al die weggegooide jaren. Al die verspilde tijd. Er moet een eind aan komen. Wanneer ben je eindelijk nuttig? Onze tweede gedachte. Nuttig werk. Wanneer kun je dat dan zeggen? Wanneer zit je niet voor niets in de kerk? Wanneer leef je niet voor niets? Wanneer doe je nou je werk niet voor niets? Paulus zegt, dan moet je goede werken doen. Dat zegt hij in vers 8. En dat zegt hij in vers 14. Dus ze moeten er zorg voor dragen om goede werken voor te staan. Die dingen zijn het die goed en nuttig zijn voor de mensen. En vers 14, nog bijna hetzelfde. Als afsluiting van zijn brief. De onzen moeten leren goede werken voor te staan tot nodig gebruik, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Dus Paulus dringt erop aan. Wat is het belangrijk dat je goede werken doet? Al meerdere keren in deze brief is het erover gegaan. En Paulus zegt hier dus waarom hij dat zo belangrijk vindt. Dan is je leven niet voor niets. Dan hebben andere mensen er iets aan. Dat je er bent. Dus denk nog maar een keer aan dat voorbeeld van die jongen bij het café. Als je zegt, nou het is toch gewoon gezellig. Dat is nooit genoeg. Het mag wel gezellig zijn. Maar de vraag is, en die probeer ik dan ook te stellen. Wat hebben jouw vrienden er dan aan dat jij hier bent? En wat heb jij aan die anderen, maar wat hebben die anderen aan jou? Goede werken. Dus niet gezellige dingen, goede werken. Bij alles wat we doen, doen wij goede werken. Paulus noemt een aantal mensen die dat hebben. In vers 12. En verder. Het is de mensen op Kreta die krijgen van Titus te horen, hè? Mensen, u moet goede werken doen. Ja, maar wie doet er nou goede werken? Nou, zegt Paulus, dat is niet de enige reden dat hij ze noemt, maar zo ligt het in feite ook. Ik zal een paar mensen noemen die goede werken doen. Artemas. Of Tychicus. Paulus weet het nog niet zeker. Maar één van die twee gaat hij sturen. Dan komt dus op een gegeven moment Artemas of Tychicus. Die komt dan op Kreta. En dan kan die het werk overnemen van Titus.
En dan kan Titus naar Paulus toe. Paulus zegt hier, ik ga ervan uit dat ik aankomende winter in Nicopolis ben. Dat is een stad in Macedonië. Dus Titus, als dan Artemas of Tychicus komt op Kreta, kom jij dan mijn kant op? Maar die Tychicus of Artemas, waarvoor komen die naar Kreta? Nog niet voor een zonvakantie of zo. Ze gaan naar Kreta om werk te doen. Artemas kennen we verder niet. Tychicus komt nog 4 keer voor in het Nieuwe Testament. Het is duidelijk dat het iemand is die ijverig was in het werk van de Heer. En de mensen op Kreta die konden ervan op aan. Als Tychicus daar komt om het werk van Titus zo lang over te nemen, dan zal hij werken voor de Heer. En dan kunnen mensen, net zoals ze naar Titus konden kijken, konden ze ook naar Tychicus kijken. Kijk, dat is iemand die heeft hart voor de zaak van God. Er komen nog anderen. Er komen ook nog even langs op Kreta. Niet om Titus te vervangen, maar op rondreis. Zenas, de wetgeleerde. Verder kennen we hem niet. Weet dus alleen wat voor beroep hij had of in ook voor wat voor kwaliteiten hij had. Echt, eigenlijk is dit een zinnetje dat voor u wel bekend is. Zenas, de wetgeleerde, dat is eigenlijk net zoiets als dominee Schreuders, de kerkrechtdeskundige. Zo'n man was het, die Zenas. Die had echt verstand van woorden. En hoe alles precies hoorde. Apollos. Die kennen we wel. Was een vurige prediker. En Paulus zegt hier, dat zijn mensen die verdienen aandacht. Je mag hen zorgvuldig geleiden. Ze hebben ook eten nodig, ze hebben onderdak nodig en dat verdienen ze ook. Want waar zij mee bezig zijn, dat is niet onnuttig. Kijk, dat is goed werk. Je kunt natuurlijk op een verkeerde manier met de wet bezig zijn. Dat heeft hij gezegd in vers 9. Maar als het goed zijn plek krijgt, dan is het goed dat er wetgeleerden zijn die de zaak beoordelen en in toom houden. Apollos, die was vurig voor de Heer. En als je Apollos hoorde preken, dan voelde je zijn hart. En dan wist je, het gaat echt ergens over. Het was geen droge prediker dat je denkt, nou ja, het klopt allemaal in theorie, maar doet het nou wat? Nee, bij Apollos voelde je dat gaat door zijn ziel. En het is het belangrijkste van de hele wereld. Daarom verdienden deze mannen goede zorg en aandacht. Als Paulus deze 4 namen noemt, dan zegt hij dus eigenlijk, dit zijn mensen van wie je kunt leren wat nuttig is. Zij besteden hun leven niet voor leuke dingetjes en eigen hobby's. Ze hadden wel hun eigen gaven. Zenas had heel andere gaven dan Apollos. Maar ze verlangden allebei met hun gaven de Here te dienen. En wat mooi is dat, als je dat mag zien. En dat kan gaan om predikers, maar dat kan ook gaan om jongeren in de gemeente, om ouderen in de gemeente, mannen en vrouwen. De Heer maakt er geen onderscheid. Mensen die zeggen, al mijn tijd is Gods tijd. Al mijn gaven heb ik van God gekregen. En mijn hoogste verlangen is dat het voor Hem is. Zoals dat we het ook zongen in Psalm 16. Het heilig volk dat op deze aarde leeft, die ontvangt daarvan het voordeel. Ik zou zo graag dienstbaar willen zijn. Zo graag nuttig. Zo graag willen dat anderen iets aan hebben dat ik naast in de kerk zit. Dat ze ermee gezegend zijn. Ja, maar wanneer ben je dat nou? Kijk hier, deze 4 mannen die hier genoemd zijn, dat zijn mensen met gaven. Mensen die kunnen voor in de kerk staan. Ja, zo ben ik niet. Maar dat hoeft ook niet. Paulus zegt niet tegen al die mensen dat ze dominee moeten worden. Wanneer zijn ze nuttig? Wanneer zijn ze vruchtbaar? Als ze goede werken doen. En wanneer doe je goede werken? Wanneer doe je goede werken? We zijn soms een beetje bang voor het woord goede werken. Ja, dat
is natuurlijk niet goed, hè? Goede werken. Alsof je de hemel kunt verdienen. De Roomse kerk, die is van de goede werken. Hoe meer goede werken, hoe groter de kans dat je in de hemel komt. Moslims, die zijn van de goede werken. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Als de weegschaal maar vol genoeg is, nog meer goede werken, nog meer goede werken. Ja, dan mag je hopen dat Allah zegt, oké, nu is het genoeg. Nee, je wordt er niet zalig door de goede werken. En dat is ook zo. Dus als u denkt, ik wil goede werken doen, ik wil hard mijn best doen, ik wil vroom zijn. Dan gaat God dat zien en dan ben ik geschikt voor de hemel. Dan zegt Paulus, nee. Totaal niet. Vers 5. En vorige week bij stilgestaan. Hij heeft ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid. Niet een beetje uit de werken der rechtvaardigheid. Hij zegt niet uit de werken der rechtvaardigheid. Je wordt niet zalig door goede werken. Je hebt niet een streepje voor door je goede werken. Het is niet zo dat God dan iets eerder naar je omziet. Omdat je eindelijk een beetje begint goede werken te doen, dat God dan naar je gebeden wil luisteren. Omdat je zelf je zonde al gaat opruimen, dat God zegt, nou, de rest, die wil ik vergeven. Nee, niet wat wij doen brengt ons in de hemel. Onze zonden worden niet vergeven omdat wij ons al een beetje verbeterd hebben. Hoe kom je in de hemel? Hoe krijg je vergeving van je zonde? Alleen door Gods barmhartigheid. Alleen vanwege het werk van Christus. Er is maar eentje die dat goede werk gedaan heeft. Ja, dus als je zegt, als iemand nou tegen je zegt, je komt in de hemel door goede werken, dan kun je zeggen, ja, door goede werken van Jezus Christus. Door die goede werken kom je in de hemel. En wie komt er in de hemel? Dat is die het goede werk van de Heer Jezus omhelst. Die zegt, Heere, alleen uw werk, alleen dat goede werk op Golgotha, alleen dat goede werk toen u opstond, alleen dat goede werk toen u gepreekt hebt. Dat goede werk brengt mij in de hemel en anders niks. Wie vertrouwt op het werk van Jezus, wordt zalig. Je wordt niet misschien zalig, je wordt zeker zalig. Vers 6. Die vernieuwing van de Heilige Geest, die wedergeboorte, die reiniging, heeft hij rijkelijk over ons uitgegoten. Vanuit het werk van Jezus. Niet uit onze werk. En toch heeft Paulus, diezelfde Paulus, het over de werken. Dus Paulus die gezegd heeft, niet, helemaal niet uit de werken, vergeet het. Schrijf daar, zet er een streep doorheen, door al die werken. Diezelfde Paulus zegt, zorg dat je goede werken doet. Wat zou het vreselijk zijn als je geen goede werken deed? Maar wanneer doe je die goede werken? Alleen vanuit het goede werk van de Heer Jezus. Dat goede werk van Christus. Dat door de Heilige Geest wordt gelegd in je hart. Dat door het werk van de Heilige Geest gaat werken in je hart. Nog een keer dat voorbeeld van de boom. De Heer gebruikt het voorbeeld regelmatig. Ik bedacht later, we hadden dus ook kunnen zingen Psalm 1. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom. In vette grond geplant bij ene stroom. Die op zijn tijd met vruchten is beladen. En sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Die boom, een vruchtboom, die is vruchtbaar. Hoe komt dat? Waar komen die vruchten vandaan? Die komen uit die bodem. Die komen uit de wortels. Die komen uit dat water. Dat is het werk van de Heer Jezus. Dat is het werk van de Heilige Geest. En als die boom daar maar goed in geworteld is, dan komen die vruchten. Dat kan dan niet missen. Een boom die op de goede plaats is neergezet en het leven ontvangt, die krijgt dan ook vruchten. Als de Heer Jezus zegt, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Dat gaat vanzelf. Dat kan niet anders.
Als je dicht bij de Heer Jezus leeft, dan zul je de gaven van de Heer Jezus in je leven kennen. Als het werk van de Heilige Geest in je hart is, dan komt dat werk van de Heilige Geest naar buiten. Dat gaat vanzelf. En toch gaat het ook niet vanzelf. Het gaat niet automatisch. En daarom zegt Paulus: dring erop aan. Ik wil dat u het ernstig bevestigt, staat er in vers 8. Dat ze de zorg voordragen om goede werken voor te staan. Ze hebben het geloof, zegt vers 8. Toch moeten ze nog aangespoord worden. Wat gebeurt er nu als je aangespoord wordt om goede werken te doen? Als ik nu tegen u zeg, doe meer goede werken. Doe jij ook meer goede werken? Natuurlijk kun je dan zeggen, nou ja, daar heb ik geen zin. Dus je kunt gewoon naast je neerleggen. Maar je kunt ook zeggen, ja, ik moet meer goede werken doen. Maar als je nou geen gelovige bent, je bent wel een kerkganger. Maar je kent niet de Heer Jezus. Ja, maar nu zegt de dominee, ik moet goede werken doen. Ik moet dingen anders gaan doen. Wat gebeurt er dan? Ten diepste niks. Je blijft onvruchtbaar. Natuurlijk kunnen er dingen veranderen in je leven en dat mensen minder last van je hebben. Maar je wordt nooit vruchtbaar in het koninkrijk van God. Als je niet gelooft. Als je dan beter geluisterd hebt. Als je hoort uit de Bijbel wat nu echt goede werken zijn. Je kent de Heer Jezus niet. Wat ga je dan doen? Dan ga je het probleem zien. Ik moet goede werken doen, maar ik doe geen goede werken. Ik ben een onvruchtbare boom. Ik ben zo'n boom die het verdient om uitgehouwen te worden. Ik moet goede werken doen, maar als ik naar mijn leven kijk, zeg het is tegendeel. Klopt niks van. Ik moet anders worden. Dan zegt de Heer dan, en zegt Paulus hier ook, dan weet je waar je zijn moet. Degenen die geloven, kunnen goede werken voorstaan. Degenen die geloven in Christus. Als je voelt, ik doe geen goede werken. Weet je waar je naartoe moet? Bij hem die wel het goede werk gedaan heeft. Die het enige volkomen werk gedaan heeft. Als je nou wel gelooft. Als je de Heer Jezus mag kennen, je hoort het. Goede werken doen. Dan kun je ook daar verkeerd mee aan de gang gaan. Dan kun je denken, nou de Heer Jezus heeft wat voor mij gedaan. En nu ga ik aan de gang. Maar dan loop je binnen de kortste keer ook vast. Dat hou je niet vol. En na een poosje dan denken mensen, nou, diegene is in de kerk, weet ik het waar, ben je druk? Maar het gaat nergens over. Dat is 1 Korinther 13. Als ik alles deed en alles had, maar de liefde niet had, dan waar ik niets. Was ik een luidende schel en een klinkend metaal. We kunnen lezen hier goede werken doen. En dan voel je, dat komt niet uit mij. Want wie ben ik? Vers 3, hebben we vorige week gehoord. Vanuit jezelf, onwijs en ongehoorzaam en menigerlei begeerlijkheden volgende. Als ik uit mezelf goede werken moet gaan doen, dan wordt het allemaal dwaze werken. Allemaal onnuttige werken. Maar er is één plaats waar ik moet zijn. Ik moet bij Christus zijn. Hoe meer je verlangt om goede werken te doen, hoe harder je Christus nodig krijgt. Dus het is nooit een tegenstelling, hè? Leef uit het geloof en leven in de werken. Maar het leven van de werken, dat is altijd het leven uit geloof. Het moet altijd maar weer naar Christus toe. Want anders komt er van al dat werk niks terecht. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Daar word je zo overlegen om. O Heer Jezus, laat uw werk in mijn hart zijn. En daarom laat uw liefde in mijn hart leven. Hij zegt toch, wie in mij blijft en ik en hem, die draagt veel vrucht. Dus wil je vrucht dragen? Moet je bij hem zijn. Wil je veel vrucht dragen?
moet je heel dicht bij de Heer Jezus leven. Hoe doe je dat? Vers 5, nog even. Bad der wedergeboorte, de vernieuwing van de Heilige Geest. Die vernieuwing, dat andere leven, dat vruchtbare leven. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dus je zit verlegen om Christus. Je bent verlegen om de Heilige Geest. Dat Hij je hart vervult, dat Hij je leven vernieuwt. De Geest brengt je bij Christus. En Christus die leert wat nodig is om vruchtbaar te zijn. En dan hoef je er eigenlijk niet zelf over na te denken of je wel vruchtbaar bent. De Heer Jezus die zegt eigenlijk niet, nu moet je bij jezelf de vruchten gaan tellen. Moet je grote emmer nemen en alle appels of alle peren opvangen en op de weegschaal zetten. Dat zegt hij niet. Laat anderen de vruchten maar plukken. Maar zoek zelf Christus. En dan kun je denken, ja, maar ik ben geen dominee, je kan niet zo goed praten, of wat je ook maar kunt denken. Dat maakt helemaal niet uit. Iedereen die dicht bij de Heer Jezus leeft, zal vruchtbaar zijn. Maar niemand is vruchtbaar zonder de Heer Jezus. Als je de Heer Jezus niet kent, dan heb je niet een uur voor niks gewerkt. Dan heb je niet een dag voor niks gewerkt. Dan is je hele leven voor niks geweest. En als je nou eens een keer dat hebt, hè, zo'n dag waarvan je denkt, alles is mislukt, ik heb het helemaal voor niks gedaan, dan moet je eens dieper denken. Als ik nou al zo chagrijnig ben of verdrietig over die ene dag, wat dan als mijn hele leven onvruchtbaar is, onnuttig, voor niks. Maar die ene dag, die kun je nooit meer overdoen. Maar dat leven, dat onnuttige leven, dat wil God vernieuwen. Er is vergeving en er is vernieuwing. Maar zoek het dan wel waar je het moet zoeken. Wie in Christus is en met Christus leeft, die kan zeggen, mijn werk is niet voor niets geweest. In dit leven niet en in de eeuwigheid niet. Amen. Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt heel lang mijn levenspad bekend. Als je zo tijdens het preken en bij zo'n gedeelte zijn er altijd heel veel dingen te zeggen. En ik realiseerde me dus aan het eind van de preken, kijk over 1 Korinthe 15, nog vrijwel niets gezegd had. En dat eindigt met deze woorden. Wees overvloedig in het werk des Heren, dan weet je dat er niet onvruchtbaar is, het werk. En waar ziet Paulus van op? Dan ziet hij op de eeuwigheid. De Heere die ziet het leven, het werk van al zijn kinderen. En daar gaat nu ook vers 16 over. Psalm 16, vers 6. Dat je mag weten, dat levenspad van mij, als het een leven is met de Heere, dan zal het eindigen in die eeuwige heerlijkheid. En dan weet je zeker, ik heb niet voor niets geleefd. Psalm 16, vers 6. Thank you.